Welkom bij week 8 van de Tunische Poncho Call. Deze week gaan we de veredelde basissteek haken. Hij lijkt op de Tunische basissteek, maar net even anders. Haaknaald 6, de toerenteller en garen. Ik pak de lus weer op aan de zijkant en we haken verder met haaknaald 6. De eerste toer die we gaan haken is nog hetzelfde als de weefsteek van week 7. Dus je steekt nog een keer op dezelfde manier in. Maar je doet het al wel met haaknaald 6 voor een mooie overgang. Dat is toer 1. En bij toer 2 gaan we verder met het patroon. We steken de haaknaald van rechts naar links onder de eerste twee lussen in. Dus je slaat die allereerste slaan weer over waar je uitkomt. En dan steken we van rechts naar links onder allebei aan de voorzijde. We pakken een omslag en halen hem onder allebei door. En dan steken we nog een keer onder de eerste lus in. Maken een omslag en pakken hem op. En je ziet zeg maar dat er al een eerste streepje schuin gaat liggen. We gaan weer met de haaknaald van rechts naar links onder de volgende twee aan de voorzijde. We maken een omslag, halen hem op. We steken hem nog een keer in van rechts naar links onder het eerste streepje. Maken een omslag en pakken hem op. En dit doen we weer tot het einde van de toer. Dus onder twee en dan nog een keer onder de eerste. Onder twee, een omslag. Nog een keer onder de eerste en een omslag. Twee. En een omslag. En onder de laatste twee. En dan hebben we weer 13 lussen op de haaknaald. En de 14e pakken we weer in de tweede toer van blok 5. Terug gaan we hetzelfde, dus weer een omslag door 2. Een omslag door 2. 2. Tot je weer 1 lus op de haaknaald hebt. Dat was toer 2. Bij dit blok laten we weer de toeren verspringen. Dus toer 3 beginnen we net even anders. We pakken nu de eerste steek alleen op. Dus we steken de haaknaald van rechts naar links onder de eerste steek. We maken een omslag en pakken hem op. En nu gaan we weer onder 2. Dus we pakken deze lus en de eerstvolgende van die. En dan gaan we weer onder 2 door. Onder de eerste nog een keer. Onder die. Onder 2. De eerste. Tot we 12 lussen dit keer hebben. Want ook de laatste haak je net als de eerste alleen onder 1. En de 14e pakken we weer aan de zijkant. Terug is weer op dezelfde manier. Weer door 2. Nu gaan we in toer 4 gaan we toer 2 herhalen. Dus je herhaalt elke keer toer 2 en toer 3. Die wissel je met elkaar af. Dan zijn we bij de laatste toer aangekomen van week 8. Ik haal mijn markeringetje er weer uit om de laatste steek op te pakken. En dat het hier wat losser kijkt, dat is ook niet erg. Dat komt straks ook weer goed in de afwerking. En we halen weer door 2.
tot je weer één lus hebt. Ik hang mijn markering weer in de laatste toer. Ik trek hem weer wat grotere lus. Want voor deze week zijn we klaar. Aan de poncho haak je natuurlijk weer 30 toeren aan het blok. En je gaat natuurlijk ook nog even het achterpand haken. Dit was het voor deze week. Je kunt weer verder aan je voor- en achterpand. Het patroon vind je op onze website. Volgende week gaan we verder met de laatste steek alweer. En dat is de Tunische steek met overgeslagen lussen. Tot volgende week! Abonneer je op ons YouTube-kanaal voor nog meer filmpjes. Of schrijf je in voor onze nieuwsbrief. En kijk ook eens op ons blog.